Het Nationaal Archief Suriname, NAS, is niet tevreden over de staat waarin de overheidsarchieven zich bevinden. Ook de ruimte waarin de archieven worden opgeslagen bij de verschillende ministeries baarde nationale archivaris Rita Chinfu, die ook de directeur is van het NAS, zorgen. Ze wil daarom een presentatie houden voor de leidinggevenden van de ministeries die niet allemaal een specifieke ruimte hebben voor hun archieven. Wat gebeurt er dan? Archieven worden ergens geplaatst, maar vanwege ruimtegebrek wordt het dan of op de gang of anders in een container ergens buiten gezet. En dat voldoet niet aan de gestelde voorwaarden voor archiefruimte. Tegelijkertijd zijn ze ergens op een hoop, er is geen toegang, dat moet allemaal nog bewerkt worden. Er moet dus wat gebeuren op korte termijn, anders dreigen wij belangrijk archiefmateriaal te verliezen. Dus dat is, en ik heb me dus ook voorgenomen om actief met het project selectielijsten en actief met archiefbeheer van de overheid bezig te houden. Want tot nog toe, outreach loopt goed, maar ik denk dat het mijn persoonlijke aandacht nodig heeft om echt bezig te zijn met de projectleiders en de hoofden DIF om hun archieven op orde te krijgen, ook wat betreft archiefruimte. Chinfu geeft ook aan dat er een manier gevonden moet worden om overheidsarchieven bij de ministeries beter op te slaan. Ze erkent dat er weinig ruimte is en dat financiën een rol kunnen spelen. Echter moet er met de beperkte middelen en menskracht geprobeerd worden om de archieven van de overheid op orde te krijgen. En dat is ook onze taak als Nationaal Archief. We zijn dus op dit moment ook bezig met de opleidingen, de DIF-opleiding, documentaire informatievoorziening. Dat wordt verzorgd door de afdeling vorming en opleiding van het ministerie. DIF 1 is op MBO en tegelijkertijd zijn we ook bezig met DIF 2, dat is op HBO. Dus die opleidingen moeten nu ook wel, vooral DIF 1, dat wordt straks afgerond. Dan gaan we met een nieuwe groep starten. Dus over capaciteit, dat wordt langzaam opgebouwd. Maar de archiefruimte, daar zitten we ook mee. En ook het Nationaal Archief zit met beperkte archiefruimte. Ik pleit al enkele jaren voor een uitbreiding van ons depot. Maar jammer genoeg, we hebben de middelen niet, dus wij moeten nu naar fondsen zoeken. De directeur van de NAS staat open voor personen of organisaties die haar willen raadplegen over het werven van fondsen voor het uitbreiden van het depot van het Nationaal Archief.